Vandaag gaan we de koplamp loshalen van een BMW R1200 GS uit 2011. De modellen van 2004 tot en met 2013 ongeveer, als mijn lucht gekoeld is, is ongeveer hetzelfde. Klinkt heel spannend, maar eigenlijk valt het reuze mee. En je moet deze, aan de andere kant zit nog eentje, moet je loshalen. Je moet hier de stekkers loshalen. Die binnenkant zitten. En dan kun je hem als het ware zo eruit wringen. Nou, laten we dat maar eens even gaan proberen dan. Het is natuurlijk wel even handig dat je scherm even omhoog zet. Voordat je eraan gaat beginnen. Zo. Andere kant. Het is een Torque 30. Ja, daar kun je hier mooi op zien. Even zien of ik het voor elkaar kan laten zien hier. 30, die past perfect. Zo. Natuurlijk moet je ook even deze even loswippen. En de knop is eigenlijk indrukken, iets te onderwippen. En dan schuif je hem zo naar boven. Alleen deze brak weer vrij makkelijk af, maar die blijft wel redelijk zitten. Hier het pinnetje wat in de onderkant van die unit komt hier. En dan heb je de hele unit eruit. Goed. Het probleem zit hem erin dat hier, dit is afgebroken. En dan zit hij heen en weer te klapperen. Dus wat ga ik nou doen? Ik heb een stukje ijzer. Dat ga ik op maat knippen. Onder de schroef zetten, haakje erachter. Gaat hij nergens meer heen. Goed, wat heb ik nou gedaan? Omdat dit dingetje afgebroken was, blijft dit ding niet zitten. Heb ik gewoon zo'n posterbevestiging dingetje gebruikt van het fotolijstje. Die heb ik gewoon op maat geknipt, gaatje groter gemaakt, hier omheen gebogen. Zo vastzit, kan nergens meer heen. Kan je hem ook zo weer hierin vastzitten. En dan blijft de lamp gewoon goed zitten. Het is jammer, dit is gewoon kunststof. Dit wordt door de warmte van de lamp wordt het warm. Vervolgens wordt het bros en met een ringste aanreiking schiet het los. En zo blijft het tenminste ook zitten en ziet er ook redelijk netjes uit. Nou, eigenlijk nu weer vrij makkelijk. Eigenlijk in omgekeerde volgorde de boel weer monteren. Hier heb ik de lamp. Uitsparing naar boven toe. Deze moet op de zijkant zo. Dat is 1. Dat is nummer 2. Nou, draadje er weer in fratsen. Hatsenflats. En die gaat wel weer een tijdje mee, hoop ik. Oké. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar hier zit een uitsteeksel op. En aan de onderkant zit de lamp. Hier zit hier precies de opening. De achteren schuiven, stekker erop van de koplamp. Of de tellerunit eigenlijk die bovenaan zit. Achter mijn vriendin, ik heb zo als we het erop laten zakken. Dan kun je hem hier voor de gaten positioneren. Ik kan de twee bouten erin draaien. Dan hoef je alleen maar het kleine licht erin te schuiven. En dan heb je zo'n beetje alles weer vastzitten. Natuurlijk. Even gebruik gemaakt om de lamp even goed schoon te maken. Ook erachter, de randen en zo. Goh, wat kwam daar een hoop dode vliegen uit. Nou, dan gaan we verder afmonteren. En dan gaan we kijken of het licht brandt zo meteen. Nou, hij doet het dus ook. Wat ik wel even gedaan heb, is een heel klein beetje vet op het boutje gedaan. Zodat het de volgende keer niet wat makkelijk loskomt. Want ik weet niet wat er precies voor materiaal in zit. Maar goed. Het voordeel van dit systeem is natuurlijk wel. Als je de koplamp eruit haalt. Je hebt niks te maken met hoogteverstelling. Want die zit als het ware in de koplamp. In met deze schroef hier. Kun je de hoogteverstelling doen. Dus daar hoef je eigenlijk niet op te letten. Het is eigenlijk gewoon. Deze bout los. Stekkers los. En dan zo eruit. Stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Maar kan ik me wel voorstellen. Als jij een GSA scherm hebt. Die heel breed is met die side dingen en alles. Ja, dan moet je het allemaal wel weghalen. Sommige mensen halen alles eraf. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Met wat gedoe. Nou, het valt dus reuze mee. Ik heb een dingetje gerepareerd. Zodat het ijsje blijft zitten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer.